Salam alaikum waan het lawa Zoals ik de vorige keer aangaf, wordt dit waarschijnlijk de laatste video. Ik ga mijn best proberen om hier mijn laatste aantekeningen in te propen. Dus heel waarschijnlijk dat dit de laatste video is. Als dat zo is, hoor jullie aan het eind. En anders is er nog echt een laatste video hierna. En then that's it, jongens. Ehm. Um ik was gebleven bij wat dingen te vertellen over hoe het christelijk geloof ontwikkeld is. We zijn aangekomen bij het jaar ergens, ik dacht zo uit mijn hoofd, 300-400. Bij de vierde eeuw, weet ik niet meer. Misschien tussen 200, 300. En ik heb jullie verteld dat in die tijd, wat in ieder geval cruciaal is om te vermelden. Is de hervorming wat gedaan is door keizer Constantijn. En ik zou nog een heel video toewijden aan keizer Constantijn, omdat hij, omdat hij gewoon het christelijk geloof zoals het vandaag de dag gepraktiseerd is, heeft gevormd, deze Romeinse keizer. Om jullie wat te vertellen over hem, is het leuk om ietsjes terug te gaan naar zijn vader en waar zijn vader vandaan komt als het gaat om militaire training, uh, zijn legendes en noem maar op. Um, dit is één lijn van het verhaal van Constantijn, wat ik eruit zal pakken. Maar als je over hem gaat lezen, zijn er verschillende lijnen. Verschillende verhalen die soms door elkaar heen gaan. Soms elkaar tegenspreken, soms met elkaar samenwerken. Dus en er zijn verschillende versies. Want de ene historicus die vindt dat hij zich daar en daarop kan beroepen. En dan komt hij uh, met zo'n profiel van Constantijn. En dan heb je een andere historicus die vindt dat dat weer in twijfel is. Dus die gaat daarvoor kiezen. Dus... Er zijn verschillende wegen die leiden naar Rome, om, om even cliché te zijn, oftewel naar Constantijn. Dat is het verhaal. Er zijn verschillende zaken over hem, over zijn begin, het begin van zijn vader, waar hij vandaan komt, komt hij van een elite, is hij een aristocraat of niet. Um, verschillende verhalen. Maar waar ik ga, ik, ergens, aangezien ik ergens moet beginnen, zal ik de knip maken bij keizer Karos, Keizer Karos, dat schrijf je met C. A. R. U. S. Ik wil niet zeggen dat dit het allerbegin is van de vader van Constantijn, want we gaan nu terug een generatie terug naar de vader van Constantijn. Maar dit is even waar ik een begin maak waarvan ik voor mezelf heb bepaald dat dit misschien wel interessant is om het met jullie te delen. Om een begin te maken naar uiteindelijk wat, uh, waar we uitkomen bij Keizer Constantijn, die. Zogenaamd vroom, uh, uh, bekeerde uh, christelijk uh, Romeinse keizer. Uh, dus, nogmaals, jongens, wat ik ga vertellen is een begin midden in een chaotisch plaatje waarvan alles gaande is. En de vader van Constantijn, Constantius 1 heet hij. Oftewel uh, Gloris, want hij was zo bleek, vandaar het woord chlor, wat betekent bleek. Dus ze noemden hem ook uh, Constant Constantius de Bleek omdat hij zo wit was. Um, daar gaan we beginnen en maken we een begin bij hem onder de regering van de keizer Karos. Maar voordat hij daar kwam, voordat we hier zijn, had hij natuurlijk al van alles. En hij had al een carrière als soldaat in het Romeinse leger en noem maar op. En hij was al opgevallen en uh, kreeg al waardering, uh, alom en noem maar op. En dus hij had al min of meer. Uh, 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 Stikkertjes achter zijn naam. De vader van Constantijn. Dus Constantius. Dus ik ga nu nog niet praten over Constantijn. Die laat ik aan het eind. Dit is zijn vader waar we het voorlo voorlopig over gaan hebben. Dus onthoud dat. Constantius is niet hetzelfde als Con Co uh, Constantijn. Deze vader, nogmaals, begonnen onder de keizer Carlos. En deze keizer Carlos, wat ik verteld heb, was fan van deze Constantius. Van de vader van Constantijn. Constantius. Hij was fan van hem. Want. Hij was al opgevallen in het Romeinse leger. Hij had al van alles gedaan en successen en noem maar op. Dus zoals elk goed werknemer in een bedrijf zal zijn baas hem vroeg oplaat eh, opmerken. Deze keizer Carus die op dat moment de macht had, is deze Constantius opgevallen en heeft van uiteindelijk van hem een gouverneur gemaakt. Dat is best een hoog positie in het Romeinse leger. Gouverneur, te bedenken dat bijvoorbeeld de persoon die uiteindelijk toestemming gaf om Jezus te kruisigen volgens de christenen, de hiërarchie, was een gouverneur in Jeruzalem. Dus gouverneur um, was of meer untouchable. Hij was niemand wat verklaring schuldig, behalve de keizer zelf. En voor de rest had hij heel veel macht. Uh, hij kon heel veel doen en laten, heel veel bepalen. Uh, zelfs criminelen, als zij aan zijn kant stonden, kon hij uh, pleiten om ze vrij te krijgen. En hij hoeft niemand uit te leggen hoe en wat en waarom. Dus een gouverneur was in het Romeinse leger best hoog. Het had best een hoge status. Deze kardus heeft deze Constantius deze functie gegeven. Omdat hij het uh, uh, verdiend heeft. Wat opvalt bij deze Caros, dat is een, 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 een bijnaam, zeg maar. dat is een soort nickname. Maar zijn echte naam was Mark, oftewel Marcus, zoals de eerste Gospel van de christenen. Dat is geen toeval, zoals we later nog gaan uh, zien. Het christelijk geloof, zoals het nu is, en de Gospels, is een, een, een bijna een duivelspel, wat bekokstoofd is door de Romeinen. Het is een soort. Um, het is een soort black comedy, zou je het kunnen noemen. Daar waar de Romeinen uh, uh, spelen met christenen, met hun god, met hun gospels, hebben de christenen gedacht dat de Romeinen het beste met zich voor hadden. Terwijl als je dat gaat bestuderen, en echt bestuderen, en wat ik met jullie gedaan heb is nog alleen maar de oppervlakte gekwetst. Als je het gaat bestuderen, kom je erachter dat het eigenlijk een soort black comedy was van de Romeinse keizers en hun generalen, die met christenen gingen sollen. Ze gingen een loopje met ze nemen, zoals dat heet. Niet weten dat de christenen het zullen slikken en omarmen, als een soort heilig graal. Want dat is wat het is. En zoals je ziet, ze hebben een soort uh, play in elkaar gezet. Geïnspireerd en gebaseerd. En waar, uh, waar personages vanuit het echte Romeinse uh, hiërarchie opeens andere namen krijgen of andere posities krijgen in de gospel. Het is heel ziek, het is ziek, het is sick, sick, noem je het in het Engels. Het is heel sick, het is heel demonisch, heel duivels. Dat is helaas het christelijk geloof wat het geworden is. Waar Jezus uiteindelijk een soort Romeins-slash-Grieks God is geworden. Dus deze, deze keizer waar het mee begonnen is. die de carrière van Constantius, de vader van Constantijn. een lift heeft gegeven. zijn naam was Mark. Precies de eer, zoals de eerste Gospel van de Christenen: Marcus Mark. Als dank heeft Constantius, want die, die, blijkbaar als je hem gaat bestuderen, dan was het een man die voor weinig gaat, al moet hij overlijken. Dus nadat hij gepromoot was tot gouverneur door deze kardus, heeft hij hem in de rug gestoken. En hij ging verraden, hij ging overlopen naar de andere kant van zijn vijand. Dit is de vader van Constantius. Hier, dit, is, dit is die shape van het christelijk geloof. Hier hebben we het over, jongens. Dus het is belangrijk dat we snappen uit welk nest deze Constantijn komt. Dus deze vader van Constantijn, Constantius, gouverneur, als dank, steekt hij uh, uh, over naar de andere kant uh, uh, van de vijand. En de vijand van deze Carlos, oftewel Marcus Carus, was een doek. Uh, um, ik kan het niet goed uitspreken, maar het is Diocletianus. Op zijn Nederlands. Diocletianus. Dat was iemand die in de race zat om het keizerschap over te nemen met dwang. Hij wilde het keizerschap afpakken van deze uh, Carlos met dwang, of hij nou wil of niet. Iemand van jullie heeft me gemaild dat ik af en toe de term gebruik van een Caesar en af en toe de term gebruik van een keizer. Dat heb ik heel bewust gedaan, jongens, want die twee zijn niet hetzelfde. Een keizer en een Caesar zijn niet hetzelfde. Keizer is wat ze in het Latijn noemen Augusto, dat betekent de verhevene. Hier moet je het aan herkennen, als je wat boeken wil gaan lezen. Zodra je leest keizer Augustus, dan weet je dat dat de opperkeizer is. Juist omdat hij de titel van een Augustus heeft, betekent dat hij de verheven is. Hij is God op aarde. Dit is een titel wat ze geërfd hebben, zoals ik jullie verteld heb, mensen die me gevolgd hebben in de video's hiervoor, van de adoptiezoon, oftewel tegelijkertijd ook de neef van Julius Caesar. Julius Caesar die had kinderen, die hebben er niks van gebakken. Maar zijn adoptiezoon die was zo machtig en zo sluw. dat hij uiteindelijk de eerste keizer is geworden van het Romeinse Rijk. na de overwinning op de Grieken. En hij had de titel voor zichzelf genomen van Augustus, oftewel de verhevene. Een soort God op aarde. Dus omdat hij de eerste keizer was en dat was zijn titel. hebben alle keizers na hem die titel ook voor zich geclaimd. Dus elke keer als je een opperkeizer was. dan had je als bijtitel Augustus. Dus dan was je een emperor, zeg maar keizer Augustus. en dan eh, nog je naam. Caesar is niet een keizer. Caesar is keizer in de maak. Dat is wat we noemen bijvoorbeeld uh, 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 bij een van de machtigste landen in Amerika. Uh, in Amerika heb je de president en de vice president. De vice president in Amerika is heel big. Dat is heel bombarde wat er omheen hangt en het is al heel wat dat hij vice president is. Waarom? Hij is namelijk de volgende in de rij. Mocht er wat gebeuren met de president uh, uh, en hij hangt aan hem als de vice president, dan kan hij die positie gaan claimen. Vaak gaat dat in de politiek anders, want dan krijg je allemaal mensen die ook een gooi willen maken. Blah, blah, blah. Maar in de Romeinse tijd was het. Had, uh, um, niet elk keizer had een Caesar. Dat is later. In deze tijd is, is dit concept in het leven geroepen: waarbij je een keizer hebt en een Caesar. Um, dus het is niet altijd geweest. Wat dat inhoudt, is dat een keizer uit angst de macht wil delen met iemand die. Uh, um, uh, hoe noemen ze dat in het Engels? You got my back. Die jou beschermt als je niet toekijkt. Dat kan alleen maar als hij hem verleidt. met een, uh, een soort 50-50 aanspraak op de troon. Dus wat hebben deze keizers gedaan in deze periode? Ze gingen niet alleen regeren. Ze waren keizers, maar ze hadden onder zich Caesars. Dus als Caesar. Ben je eigenlijk de één na belangrijkste persoon in het Romeinse Rijk? Want je bent direct de opvolger van de keizer als er wat aan de hand is. Dus ja, ik gebruik de titel keizer en Caesar omdat ze niet hetzelfde zijn. De keizer is nog altijd hoog en Caesar is hoog, maar nog altijd onder, um, onder de keizer. Ja? Dus deze Constantijn die gaat overlopen, heb ik jullie verteld. naar nou, de vijand. Uh, en, en die vijand die heet Diocletianus, die uiteindelijk won. Waarom? Omdat Constantius zijn eigen keizer ging verraden. Hij was een overloper. En hij hielp de vijand, Diocletianus, uh, 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 om uiteindelijk te winnen. En het is ze gelukt. Dus uiteindelijk heeft deze Diocletianus uh, uh, gewonnen. En zo is Constantius, de vader van Constantijn, meegeleefd. Want voor alles is een prijs. Dus deze Constantius heeft zijn eigen keizer verraden, maar er staat tegenover dat als de vijand wint, dat deze Constantius een hoge plek gaat krijgen in het Romeinse leger, want dat was onder andere door zijn toedoen van binnenuit uh, uh, heeft in ieder geval de vijand uiteindelijk uh, die kaders kunnen verslagen met behulp van Constantius. Deze Diocletianus was geboren op 22 december, jongens. Dus luister goed. Hij was geboren op 22 december. Dat is wat we zover hebben. Dit uh, is wat christenen verbinden rond deze datum aan de geboorte van Jezus. Dus zover hebben wij de eerste Gospel van de christenen. die geschreven zou zijn door een apostel Mark, Marcus. En we hebben het begin van Constantijn, die dat allemaal bepaald heeft. En zijn vader heeft geregeerd onder de keizer, die heet Mark, Marcus. Het kan toeval zijn. Maar we kunnen in ieder geval vaststellen dat dat nooit een Joodse iemand geweest kan zijn. met de naam Mark of Marcus. die de Gospel geschreven zou kunnen hebben. Want dit was blijkbaar geen Joodse naam. Mark. Je, heb je ooit een Jood gehoord met Mark als bijnaam? Mark, Marcus? Nee, natuurlijk niet. Dus vervolgens hebben wij de geboortedatum van Jezus. Zo tussen 22 december en 24 december. Staat niet in de Bijbel, maar het is wel in de christelijke traditie. En hier hebben wij docletianus die geboren zou zijn rond 22 december. Die uiteindelijk het begin is van een succescarrière van de vader van Constantijn, die uiteindelijk het christelijk geloof haar kruis geeft en haar glorie en noem maar op, en, en Jezus als God en, en al dat soort uh, onzin. Dus. En als je dit gaat bestuderen, dit, dit zijn nog alleen maar kleine hints wat ik geef, maar als je dit gaat bestuderen, ga je zelfs uh, heel taferelen vinden wat volgens de gospels plaats hebben gevonden in Jeruzalem. En als je de flavians gaat, gaat uh, bestuderen, waar deze familie, keizerfamilie vandaan uh, bij hoort, zeg maar, uh, een stukje van wat ik je hier aan het vertellen was, zul je vinden dat zij van alles hebben gedaan in hun leven en dat de verhalen in de gospel eigenlijk alleen maar een kopie zijn van hun levens, alleen met een andere naam. Dus daar waar een uh, 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 Romeinse keizer dit en dit heeft gedaan, zul je zien dat Jezus dat en dat heeft gedaan. Dus het is, het is een sick joke. Het is een sick joke van Romeinse keizers, van de Romeinse aristocraat. Uh, en ik denk dat ze zelf gedacht hebben, als je dat gaat bestuderen, uh, en je, je probeert de lijnen met elkaar te verbinden. Ik denk dat ze zelf nooit uh, geloofd hebben dat christenen dit zouden aannemen als waar geloof van God. Dat het begonnen is als een soort sick joke en... Iet Karaan wat ze noemen. Het, het, heeft, het heeft gepakt. Het heeft gepakt en christenen gingen het omarmen. Dus het was too easy. Deze Romeinse keizers hadden nooit gedacht dat het zo makkelijk zou zijn. Het was voor hun een soort volksvermaak. We gaan wat in elkaar bekokstoven en we houden christenen voor de gek. Het is niet de eerste keer dat ze zoiets gedaan hebben. Alleen, helaas, helaas, met eh, 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 trieste gevolgen. Christenen hebben dit aangenomen als het ware eh, eh, geloof. Eh, van God. In ieder geval, deze Ducletianus, die dus geboren is op 22 december, is geboren in Kroatië. Dus hij is zelf niet van Romeinse afkomst. Dus God mag weten wat hij allemaal bewogen heeft, hemel en aarde, om uiteindelijk een keizer te worden in het Romeinse Rijk. Wetend wat ik jullie verteld heb in de eerste video's: dat Romeinen super racisten waren. Ze accepteerden alleen een Romein met uh, moeder en vader als Romeinse uh, uh, keizer. Dus hij moet volle bloed. Romein-Latijn zijn, om hem te kunnen accepteren, alleen al in het leger. Laat staan dat hij keizer gaat worden. Maar er zijn wat uitzonderingen, zoals we gaan zien. Er zijn wat uitzonderingen, want we hebben ook Berbers-Romeinse keizers. We hebben ook een man uit Marokko, wat is het Noord-Afrika, tussen Marokko en Algerije. Zijn vader was een Romein, of zijn moeder was Afrikaans, of andersom. Maar die heeft uiteindelijk ook kort, maar toch geregeerd. Zo niet geregeerd, maar als commandant en als generaal. Uh, en uh, hij was heel succesvol. En we hadden ook Afrikaanse uh, Romeinse keizers. Dus op een gegeven moment was er blijkbaar die mold was gebroken. dat je volbloed uh, 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 Romeins moet zijn om keizer te worden. Uh, en dat hebben ze te danken onder andere aan deze figuren die hemel en aarde hebben bewogen. om daar onderuit te komen en om toch nog die positie te pakken door letterlijk over uh, lijken te lopen. Want dan alleen kom je door al die barrières heen. Je moet ze gewoon bijschen, breken en daar niks van aantrekken. om uiteindelijk tot de Romeinse troon eh, te komen. die op dat moment eigenlijk een soort wereldtroon was. Als je op de Romeinse troon zat, dan was je eigenlijk God op aarde op dat moment. Zoveel macht eh, had je. Dus ja, mensen wilden daar alles voor doen. Zodra ze een leger hadden hier in Europa, dan deden ze daar een gooi naar. Dan wilden ze daarvoor gaan, koste wat kost. Dus hij was geboren in Kroatië, hij was niet eens uh, uh, Latijn. En hoewel wij later lezen in zijn eigen aantekeningen dat deze Docletianus van een aristocraat familie komt, um zijn er eigenlijk heel veel historicus die zeggen: van dat kan niet kloppen. Want voordat hij op het toneel kwam, bestond hij niet. Dus hij deed er niet toe. Dus als hij echt van een aristocraat familie kwam, dan zouden wij daar sporen van vinden. En dan wordt gedacht dat hij waarschijnlijk vooral ook omdat hij uit Kroatië komt. En ik heb jullie altijd verteld dat je vol bloed Romein moet zijn om keizer te worden. Zij denken dat hij eigenlijk um, dat zijn vader en, en zijn gezin opgroeide onder de. De, de pater, ik heb jullie het concept van de van de Patreon noemt ze dat in het Engels, de pater, de beschermheilige. Uh, je had vroeger. Nou, ik ga het niet uitleggen, jongens. Uh, zoek maar de video op. Een van de video's heb ik jullie precies uitgelegd hoe je onder een beschermheilige kan vallen om uiteindelijk een soort Romeins staatsburger te worden. Niet helemaal, maar je wordt, uh, je wordt een soort uh, vrijgelaten gevangen. Uh, status krijg je. Dat betekent je mag handelen binnen het Romeinse Rijk, maar je bent niet volbloed staatsburger. Uh, en ze vermoeden dat de gezin waar deze Docletianus vandaan komt, uh, uh, vooral ook omdat hij niet Romeins was, eigenlijk ook zo uit zo'n positie kwam. Dus vrij gelaten uh, slaaf die uiteindelijk uh, ambitie had en uiteindelijk zoveel kwam. Wat het zo extra triest maakt, is dat deze Caros, dus met de naam Marcos, is niet alleen maar bedrogen door de vader van Constantijn, door Constantianus, uh, uh, want hij heeft hem tot gouverneur gemaakt en uiteindelijk heeft hij hem in de rug gestoken, maar zelfs deze Dicletianus was eigenlijk onder hem. Die viel ook onder deze Marcus en hij had hem, hij had hem uh, uh, gepromoot tot uh, uh, functie van een commandant. Dus nu heb je een keizer, een heel triest verhaal, een keizer die vertrouwen heeft in twee mannen, Eén maakt die tot gouverneur, de ander tot commandant. Wat gaan die mannen doen? Ze gaan samen bekokstoven om hun keizer te doden. Zodat Diocletianus keizer wordt. En Constantius I, de vader van Constantijn. Als het ware de positie krijgt van Caesar onder hem. Dus het heeft ze wat opgebracht. Zo gezegd, zo gedaan. En dit is zoals het gegaan is. Dat is niet het verhaal wat we lezen in de geschiedenis. Als je gaat kijken naar hoe deze Karos. Om um het leven is gekomen, vind je verhalen over getroffen door een bliksem, uh, infectie, van alles en noem maar op. En het is allemaal heel wollig, heel wollig. Mijn gevoel zegt dat, gelet op wat er gaande is, dat deze twee mannen hem in de rug hebben gestoken, dat zij hem, hem eigenlijk hebben gedood. Maar dat is mijn gevoel. Ik ben geen wetenschapper, dus dit heeft geen enkel uh, gewicht in de schaal. Maar ik vertrouw wel op logica en op mijn onderbuikgevoel. Wanneer je leest, en het is je duidelijk, wanneer je dit leest, dan dat ga je ook vinden, dat de mensen wie hij gepromoot heeft tot gouverneur en commandant uiteindelijk bij elkaar zijn gekomen en samen zijn geëindigd. Dan is het voor mij één plus één. Zij hebben hem vermoord. Dat is echt mijn eh, overtuiging. Um, hij had twee zoons achtergelaten. Eentje die heet Carinos en eentje die heet Nomerianos. En zij waren eigenlijk overgeleverd aan deze twee. Eh, 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 bedriegers van hun vader, want dat waren hun meerdere zeg maar. Eh, weliswaar eh, hadden de kinderen van deze kaders... het recht om hun vader op te volgen, eh, want ze waren een soort junior Caesar. Maar nu omdat hij overleden is, hebben ze het recht om hun vader op te volgen als keizer. Maar zij hadden nog steeds die rotte appels in hun leger, namelijk Constantius de vader van Constantijn en Docletianus, die dus commandant was en uiteindelijk keizer wordt. Dus deze twee kinderen van deze Marcus. Die gingen vervolgens corrigeren en dat is ook een concept wat de vader van Constantijn heeft gekopieerd. Dit zien wij hier, dat ze gingen corrigeren. Dus je had in het oosten de ene zoon als keizer en in het westen de andere zoon um, uh, 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 als keizer. Dus het was uh, in het uh, westen had je uh, Carinus en je had in het oosten zijn broer uh, Nomelianus. En ze waren co uh, uh, keizers tegelijkertijd. Allebei waren ze keizers aan het regeren. Alleen dus nogmaals: één in het oosten en uh, één in het westen. Deze Nomerianus, dus jongens, volg de bloedtrail, uh, zoals dat noemen in het Engels, en je komt uit bij de, bij de moordenaar. Deze Nomerianus, die opeens uit het, niets, uit het niets kon hij niet meer regeren, want hij zou ontsteking hebben en noem maar op, en men mag hem niet zien. Hij moest in een gesloten koets gaan reizen. En onder bescherming van wie? Het zal geen shock zijn. Onder bescherming van commandant Doclitianus, Die uiteindelijk keizer gaat worden. Maar dat komt toch allemaal. En hij wordt op een gegeven moment vermoord. Hij wordt vermoord en niemand weet hoe en wat. Dus in stilte wordt hij vermoord. Op een gegeven moment beginnen zijn soldaten stank te ruiken. En ze denken van wat is hier aan de hand. Dus ze openen de koets en ze vinden Nomerianus daar dood. Net als uh, uh, het. het, het, het uh, het lot van zijn vader, dood in de koets. Wie gilt er dat hij het zo erg vindt? Nadat hij gekozen was als keizer, hebben ze hem een paars gewaad gegeven, want dat is het wat we nu zien. In Europa wordt paars gezien als royaal kleur, dat hebben ze ook van de Romeinen. Hij krijgt zijn paars gewaad, wat je ook ziet in het Vaticaan, bij de paus. Moet je maar opletten, een van de pakjes van de paus is paars. En uh, je hebt ook wat kardinalen die af en toe wat paars over zich heen gooien. En maar ik, ik ken de namen niet van al die functies, want dat is te veel. Maar zoek het een keer op op YouTube of op Google, dan zul je geheid, de paus, vroeg of laat of een van zijn mensjes in het paars uh, zien. Uh, vroeg of laat. Deze Docletianus, die een soort vermoorde onschuld speelt. Oh, nee, oh, wat erg. Numerianus is dood. Oh, hij accepteert me al te graag dat paars gewaad. Hij is nu keizer, zeg maar, de, in het uh, oosten. Want hij vervangt nu een van de broers, die hij blijkbaar vermoord heeft. Dat is mijn uh, vermoeden. Pakt de zwaard en hij houdt hem tegen de zon, zeg maar. Hij houdt hem daar waar de zoon precies achtervalt. Precies wat Constantijn doet met zijn kruis later bij de christenen. Want hij zegt: Een kruis is verschenen voor me in de hemel, met daarachter een brandend zoon. Dat heeft hij ook van, van, eigenlijk van de keizer van zijn vader. Goed, maar arme christenen, ze zijn zo gullabel, zo naïef en ze nemen dit allemaal aan zonder na te denken, zonder te bestuderen. Deze Doclitianus die pakt zijn zwaard en hij houdt hem zo met de zon precies daarachter. En hij zegt: Deze Numerianus is vermoord en ik zweer dat het niet door mij is. Dus, waren, dus omdat hij zichzelf aan het vrijspreken is, waren er blijkbaar beschuldigingen dat hij mogelijk de dader is. En dat is heel belangrijk, dat bevestigt alleen maar mijn eigen conclusie als simpel mens. En hij zegt, ik zweer dat ik hem niet gedood heb, ik vertel jullie dat dat zijn schoonzoon is. Zijn schoonzoon heeft hem uh, gedood. En zonder, zonder die, uh, dat mens een kans te geven om zichzelf uit te leggen of wat dan ook, heeft hij hem gedood. Waarom? Dit is wat een, een, een crimineel die in paniek raakt doet als hij bijna bij zijn doel is. Dan mag niets hem nog in de weg staan. Niets. Dus hoezo een proces, verbaal, of hoezo dit, of hoezo dat. Nee, gewoon bam, dood. Hij heeft hem uit de weg geruimd. En nu is hij de keizer. En er is niemand die hem tegen zal spreken. En niemand die hem aan zal vallen op dat moment. Maar, nou hebben we nog steeds een van de broers. Die leeft nog. Carinos, die leeft nog. Dus die zou nog iets kunnen doen met de dood van zijn broer. Het onderzoeken of wat dan ook. Maar, dan zou hij nu een, een, een soort. Uh, hoe noem je dat? Dan zou hij nu een soort probleem krijgen met die. Jeez, met, met, met uh, jongens. Die. Romeins-Latijn namen. Met Diocletianus. En dat is ook wat er gebeurt. Deze Diocletianus, nadat hij keizer wordt, gaat nu de andere broer die nog in leven is aanvallen. Want die moet ook opgeruimd worden. Hij gaat tegen hem vechten en uiteindelijk verslaat hij hem. Waarom? Omdat ik jullie verteld heb dat er nog twee slangen zijn. Deze Diocletianus. ...onder de ene broer en Constantius, de vader van Constantijn, onder de andere broer. Dat waren de slangen, slangen in het gras. Ze hielden hun hoofd laag tot ze konden bijten en hun gif konden spuiten. Dus nu, nadat deze Duclitianus de ene broer uit het, weg, uit het veld heeft geruimd... ...maakt hij nu aanspraak op zijn medeplicht crimineel... ...die nog aan de andere kant zit in het andere leger, namelijk in het leger van de broer. En dat is Constantius... Van uh, nu moet jij in actie. Dus hij heeft hem geholpen om van binnenuit ook de tweede broer te verslaan en uh, te vermoorden. Nu is er niemand die deze twee, twee mannen tegenhoudt. Dus we hebben nu Di Diocletianus als keizer van het oosten, maar ook van het westen. Dus hij is nu een soort Uberkeizer. En hij heeft nu een van zijn handlangers, en dat is Constantius, de vader van Constantijn, die hem geholpen heeft. Wat gaan ze doen? Wat gaan ze doen? Ik heb jullie verteld, een dief kijkt altijd twee, drie keer om zich heen. Hij is altijd bang. Waarom? Een dief denkt van, zoals ik iets heb gestolen, zo kan een ander het ook van mij stelen. Dat geldt ook voor een moordenaar. Een moordenaar wil ook bescherming om hem heen. Dan heb ik het niet over psychopaten, ik heb het over de gewone moordenaars. Een psychopaat is een psychopaat, die werkt liever alleen, want die wil de eer krijgen en noem maar op. Het is een heel ander psychisch plaatje, het ziet er heel anders uit in elkaar. Dit zijn gewoon uh, mensen die zo'n, hoe noem je dat, zo'n onlesbaar dorst hebben naar macht. Dus nu hebben wij Diocletianus, die keizer is van heel Rome. Maar hij denkt, net wat ik jullie verteld heb. Zoals ik een ander heb vermoord om zijn macht af te pakken, zo kan het ook bij mij gebeuren. Weet je wat? Ik bouw een verzekering erin. Ik bouw een verzekering in. En ik kies iemand die met mij gaat regeren, zoals deze twee broers het hebben gedaan. En hij kiest zijn vriend Maximianus. Dus nu hebben wij twee keizers. We hebben Diocletianus en Maximianus. Twee keizers. Maar het begon allemaal bij Diocletianus. Want hij was keizer, die kreeg hulp van Constantius, de vader van Constantijn. Diocletianus ging regeren over het oosten. Zijn vriend die hij gebombardeerd heeft tot co-keizer, die gaat nu regeren in het westen. En dan krijgen wij wat ze noemen de tetriarchie. De tetriarchie. Dat betekent een kwartet wat aan het regeren is. Dat krijgen we hier. Um, want de vader van Constantijn wordt nu een Caesar. En hij wordt Caesar van Maximianus. Uh, want daar wordt gezegd dat het ook uh, de man was van zijn zus. Dus de vader van Constantijn komt te vallen uiteindelijk onder de nieuwe co-keizer Maximianus. Omdat het familie was. Dus, en hij heeft hem gebombardeerd. Tot Caesar. En dan hadden wij nog die andere keizer, Docletianus. En die koos ene Galerius als zijn Caesar. Alleen het probleem is, tussen deze twee Caesars, die onder deze twee keizers vielen, was Constantius de senior Caesar. Hij had veel meer uh, uh, ervaring, veel meer uh, uh, bewonderingen, noem maar op, en die Galerius was wat ze noemen de junior Caesar. Wat betekent dit? Dat betekent dat. Als ooit iets overkomt met de keizers, dat natuurlijk de senior, en niet de junior, maar de senior-Caesar het zal volgen. En dat is Constantius, de vader van Constantijn. En dat is ook wat er gebeurd is, ongeveer in 305. Dus we komen nu bij de vader van Constantijn. Even kijken wat voor figuur het is. Hij heet Constantius 1. Hij was geboren in 250 ergens in Servië, dus hij is ook geen volle bloed Romein. Um, een beetje Oostblok, wat we, nu me, wat we nu noemen de Oostblok, oftewel waar het Westen nu op neerkijkt. Want het Westen is nu superieur en Oostblok is uh, 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 minder. Daar wordt nu op neergekeken. Niet weten dat waar al die Westerlingen zo tegenop kijken en waar ze al die bewondering hebben voor Rome. Noem maar op dat eigenlijk daar de oostenblokkers een heel groot vinger bij hadden in de pap. Onder andere de vader van Constantijn, Constantius. Dus nogmaals, hij is in 250 geboren in Serbië, is niet eens volbloed Romein, en um, hij heeft een soort carrière gemaakt binnen het Romeinse leger. En hij is in 306 in uh, Engeland overleden in Wat ze noemen de Yorkshire, als ik het goed spreek, in Engeland. Hoe is hij in Engeland terechtgekomen en was Engeland ook onderdeel van het Romeinse Rijk? Ja. Hij was namelijk, um, wat ik jullie verteld heb, op een gegeven moment in 305 hebben de twee oudste keizers die, die we tot nu toe hebben besproken besloten om af te treden. Dus dat is die Diocletianus uh, en uh, zijn vriend Maximianus en uh, Constantinus. Constantius, de vader van Constantijn, was de senior Caesar, dus die heeft ze overgenomen. En omdat hij ze overgenomen heeft, ging hij voor zichzelf ook weer een soort dynastie neerzetten. Dus hij ging ze weg weer, eh, 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 hoe noem je dat? Vechtend ging hij ze weg ook weer claimen. Na de troon, want hij was nog niet de opperkeizer uh, van zowel het Westen als het Oosten van het Romeinse Rijk. Op dit punt, in, op de tijdlijn, is Rome eigenlijk aan het afzwakken. Het is een beetje het begin van het einde. Want daar waar wij het Westen en het Oosten hadden in het Romeinse Rijk, hebben wij in deze tijd vier delen. Is Rome verdeeld in vier delen. En elk deel heeft zijn eigen keizer. Iets anders wat niet pleit voor deze Constantius is het feit dat hij eerst getrouwd was met zijn slavin Helena. En nadat hij gepromoot was door Maximiaan om te trouwen met zijn dochter, of eigenlijk stiefdochter, heeft hij zijn eerste vrouw verlaten en is hij met deze stiefdochter van Maximiaan de keizer. Natuurlijk, want hij geeft hem zijn dochter voor wat hoort wat en, en haar naam was Theodora. Dus. We zien ook dat deze man eigenlijk alles doet om maar aan de macht te komen. Hij is aan niemand trouw, hij is aan niemand loyaal, nog aan zijn vrouw, nog aan zijn gezin, nog aan zijn keizer. Het gaat erom wie hem het hoogst betaalt, dat wordt zijn beste vriend. En als het betekent dat hij daarvoor zijn gezin kapot moet maken of zijn vrouw moet verlaten om te trouwen met de dochter van de keizer die hem tot Cesar maakt, het zij zo, daar zal hij niet voor terugdeinzen. Te maar nogmaals, voor de mensen die deze geschiedenis willen gaan bestuderen, als ik jullie genoeg heb geprikkeld, op een gegeven moment kom je de term tetrarchie tegen. Dat is dus deze periode waarin twee keizers aan de macht waren met hun twee caesars. Als bescherming, als een soort verzekering. Dus je had vier mensen die Rome aan het regeren waren. Voordat de keizers gingen aftreden in 305, was Constantius constant nog carrière aan het maken, want hij had de ambitie. Dus... Nadat hij zichzelf had bewezen, mocht hij Frankrijk aanvallen. En de persoon die daar aan het regeren was in Frankrijk, kon hij daar, had hij groen licht voor gekregen, kon hij die uit de weg ruimen. Want die was nooit gekozen door, uh, door Rome. Dat was gewoon iemand die ervoor gevochten heeft. En daar stond de, Rome, de, de, de Romeinse, uh, uh, hoe noem je dat, oppenvelhebbers, officieel opvelhebbers, nooit achter. Dus Constantius kreeg de ruimte om Frankrijk aan te vallen en te veroveren en daar zelf te gaan regeren. Van Frankrijk, nadat het hem gelukt is, ging hij door naar Engeland. En hij ging Engeland aanvallen, uh, hij kwam daar binnen in Hampshire en hij ging door naar Londen. En daar heeft hij het leger uh, van ene keizer Alectus, die toen de macht had over uh, een stukje Engeland en een stukje Frankrijk, uiteindelijk heeft hij hem daar uitgeschakeld. En dit noemen ze, deze alectus, deze vorm van legeerde, noemen ze, als ik het goed uitspreek, Usurperkeizer. Dat betekent iemand die aan de macht komt doordat hij er zelf voor gevochten heeft, en niet omdat hij gekozen is door het Senaat in Rome. Dus. Deze Constantius die het, die, die heeft de hoogpieten in Rome achter zich en hij kreeg de ruimte om maar aan te vallen wie hij wilde. Dus hij ging eerst Frankrijk aanvallen en toen uh, via Hampshire en via Londen heeft hij Alectus uh, uh, verslagen, die tot dan toe een soort keizer was in UK. En zo is Constantius uiteindelijk geëindigd in Engeland. Zo is Engeland uiteindelijk betrokken bij het Romeinse Rijk. Nadat deze Constantius Engeland had overgenomen, niet helemaal maar een nou, min of meer uh, uh, grote delen. Toen dacht hij, wat ik gedaan heb, mag niemand naar mij doen, dus ik ga Engeland een betere bescherming geven. Maar dat was niet alles. Daarom zeg ik jullie, Constantijn komt uit een nest waar uh, uh, de drang en een soort onverzadigbaar honger naar macht uh, uh, aanwezig was. En daar is hij mee opgevoed, en dat was ook zijn inspiratie. De Constantijn die nu door de christenen uh, met halleluja wordt aanprezen als een soort vrome man. Dit is, weer hij, dit is in ieder geval waar hij vandaan komt. Dus zijn vader, nadat hij Engeland had overgenomen, wilde hij er niet bij laten. Hij wilde ook nog Schotland aanvallen. Maar voordat hij dat uh, kon doen, uh, uh, ging hij overlijden. Er was iets met hem aan de hand en hij ging dood. Dus hij heeft Schotland nooit kunnen uh, uh, aanvallen en nooit kunnen overnemen. Wat hij wel heeft gedaan, deze vader van Constantijn, is alle kerken in Engeland vernietigd. Dit, daarom zeg ik: van, Het is belangrijk dat je leest waar Constantijn vandaan komt. Die nu klappend met Halleluja wordt omarmd. En hij krijgt een soort gewaad. En het is een soort Jezus op aarde door de christenen. Waarom? Het, zijn, het is naïviteit. Ze bestuderen niet waar dit vandaan komt, ze bestuderen niet wie hij is. Um, zoals in elk geloof heb je mensen die me al te graag willen geloven dat de machtige man. Aan hun kant staat dat de machtige man bekeerd is tot hun geloof. Zo heb je bijvoorbeeld ook moslims die graag willen geloven dat Alexander de Groot bekeerd was tot islam, hoewel we daarvoor in de geschiedenis geen enkel bewijs voor vinden. Dit is een soort minderwaarheidscomplex. Er zijn mensen die een minderwaarheidscomplex hebben en ze hangen hun heel eer niet aan Allah, niet aan God, maar nee, aan Alexander, of aan, aan een of andere Romeinse keizer. of in dit geval aan Constantijn. Oeh, als wij horen, al is het maar een, een zwak roddel. als wij horen dat hij bekeerd is tot ons geloof. nou, dan gaan we feestveren en dan gaan we hem gebruiken. als een soort paradepaardje waar we alles aan hangen. Kijk, zo inspirerend was ons geloof. want zelfs de hoogste keizer in Rome is bekeerd tot het christelijk geloof. En ik vertel jullie dat dat de onzin is. Het is onzin, het is echt, het zijn roddels en het is onzin. Constantijn is nooit bekeerd tot christelijk geloof, zoals we later nog gaan zien. Dus dit is uh, zijn vader, dit is het nest waar hij vandaan komt en hij is ook opgevoed en getraind door zijn vader. Dus als dit zijn vader is, dan kan je voorstellen, en hij is in de voetsporen getreden van zijn vader, dan kan je alleen maar uh, voorstellen en concluderen met bijna 99% zeker dat hij net zo evil was als zijn vader. Want hij heeft niet gestopt wat zijn vader heeft opgestart, hij heeft het alleen maar verder uitge uitgebreid. Nadat deze Constantius overleed, heeft hij zijn leger gevraagd om zijn zoon Constantijn te, ac te accepteren als hun uh, nieuwe keizer. Dus nu begint het verhaal van Constantijn, die zo belangrijk is voor de christenen, maar. Het feit dat zijn vader tegen het leger zegt dat ze hem moeten accepteren als de nieuwe keizer, betekent dat Constantijn dit allemaal heeft meegemaakt. Al deze onrecht, al deze backstabbing, al deze messen in de rug. Hij was erbij, hij was bij zijn vader. Want toen zijn vader overleed, was hij er ook nog bij. En uh, zo heeft zijn vader tegen het leger gezegd van accepteer mijn zoon als jullie, als, uh, jullie nieuwe keizer. Nu begint het verhaal en de legacy van Constantijn. Die vervolgens verder gaat daar waar zijn vader was gebleven. Iets anders wat een giller is, en dit hebben wij gek genoeg van een christelijk schrijver met de naam, eh, als ik het goed spreek, Lact Lactantius Lactantius. Het is een christelijk iemand, moet je horen wat hij zegt. Christelijk iemand. Hij zegt het Westen, oftewel Maximianus als keizer en Constantius, de vader van Constantijn als Caesar, die hadden het meest hekel aan de christenen. Dus. De vader van Constantijn, die nu zo heilig is voor de christenen, die had het meest hekel aan de christenen van de twee regerende keizers. Als dat niet iets doet met jouw besluitvorming als christen, dan weet ik niet wat wel. En nu komt het begin van de legende van Constantijn die zich bekeert tot het christelijk geloof. Laatste aantekening wat ik met jullie wilde delen, jongens. Dat was ongeveer 318 zo uit mijn hoofd. Zal hij een heel beslissende veldslag tegemoet gaan waar hij onderdeel van was, om wat uiteindelijk zal bepalen of hij nou weer een soort uber-Romeinse keizer wordt, ja of nee, tegen een uh, Maxi. Een, maar iets met Maxi, ik weet het niet meer, het doet er allemaal niet toe. Maxentius heet hij volgens mij. Daar zal hij nog tegen vechten en dat was een soort laatste veldslag. Als hij wint, dan zou hij weer de keizer worden, een soort Augustus over heel uh, Romeinse Rijk. Dat was vooraf aan deze strijd dat Constantijn gezegd zou hebben dat er voor hem aan de hemel een brandende kruis verscheen, wat zij in deze teken ga je winnen. Met andere woorden, als je bekeert tot het christelijk geloof en, en, en deze teken van een kruis zou gebruiken. Als vertegenwoordiging van jouw nieuwe God, van je nieuw geloof, dan zul je wenen en dan zul je een soort Augustus worden over uh, heel Rome. Wat een flauw vraag: hij was Romeins, waarom zou God tegen hem in het Grieks spreken? Er zijn mensen die zeggen van uh, het was Latijn, uh, uh, zoiets als Inoc in Signo Victor Siris, en anderen zeggen van nee, het was Grieks, want het, uh, het was weer een andere klank, On Tutonica. Zoiets, zoiets. Dus zelfs hoe God tegen hem gesproken heeft, kunnen wij niet vaststellen. De een zegt in het Latijn, de andere zegt in het uh, Grieks. Hij zelf, de origineel verhalen zeggen dat God tegen hem in het Grieks gesproken zou hebben. Kijk, en dan gaan we weer terug naar die Griekse invloeden. We hebben al de Gospels die uitsluitend bestaan in het Grieks. En dan hebben wij nu ook Jezus, die na zijn dood opeens Grieks is geworden. Hij spreekt nu tegen deze uh, Romeinse uh, um, Augustus to be, zeg maar, in het Grieks. Waarom niet in het Hebreeuws? Jezus was een Hebreeuws God, hij was Joods. En uh, Joden zeggen het Hebreeuws is de taal van God. God heeft maar één taal, en dat is Hebreeuws. Dat is zijn taal, dat is zijn voorkeur. Waarom spreekt Jezus als God nu vanuit de hemel niet in het Hebreeuws? tegen deze Romeinse keizer die uiteindelijk toch bekeerd uh, moet worden naar het christelijk geloof... en dus een Hebreeuwse Jezus moet volgen. Het probleem is, op dit moment was Jezus voor die christenen niet meer Joods. Uh, je werd bijna opgehangen als je nog uh, durfde te zeggen dat Jezus Joods was. Christenen die nu uh, um, uh, zeg maar, uh, het christelijk geloof of de leer van Jezus een nieuwe vorm aan het geven zijn... Onder het regime van de Grieken en van de Romeinen die hebben volledig afgebroken met het feit dat Jezus Joods was. Daar wil ze niks van weten, daar moet ze niks van hebben. Het is niet waar. Jezus was niet Joods. Het was maar een, een vorm van God hier op aarde. En als vorm hier op aarde was hij toevallig Joods, maar dat is die in zijn oorspronkelijke vorm. Allemaal verhalen, allemaal uh, uh, theorieën die door de Christenen weer werden aangedragen. Waar het op neerkwam is dat Joden was een minder volk en hun God, Jezus, mocht niet behoren tot het minder volk. Hij moest op een of andere manier een ongrijpbaar identiteit krijgen, maar hij mocht zeker niet gelinkt worden met Joden, die op dat moment onderdrukt werden min of meer onder het Griekse regime, eh, ja, onder welk regime niet eigenlijk. Eh, Perzië, Assyrië, Babylon, noem maar op, ze waren altijd onderdrukt. Daar mag de God van de christenen niet bij horen. En ik heb jullie uitgelegd in de video hiervoor waarom niet. Het was met name uit schaamte. Christenen die boeken schreven en theorieën en noem maar op over filosofie. dat, was, dat waren uh, mensen van de elite, van de aristocraat. die kwamen ook in contact met Griekse filosofen. Ze konden niet meer vertellen dat Jezus uh, joods was. Dat, dat Jezus mens was en dat hij Joods was. Dat kon niet. Jezus moest letterlijk een andere identiteit krijgen. Dit is waarom uiteindelijk de Romeinse keizer Constantijn beweert dat Jezus nu tegen hem in het Grieks spreekt. En it doesn't make sense. Jezus is Joods, die zou Hebreeuws spreken. Dan heb je de keizer, die is Romein, dus die zou Latijn spreken. Maar nee, Jezus kiest ervoor om nog in het een, nog in het ander te spreken. Hij spreekt nu tegen deze Romeinse keizer in het Grieks. Er is niemand die daar nog een touw aan vast kan knopen. Maar nu komt het. Dus dit, dit is wat christenen hebben als traditie. Constantijn is een soort profeet geworden. Daar komt het eigenlijk op neer, want God sprak rechtstreeks tegen hem. Dus voor de christenen is deze heide een profeet geworden. Maar nu komt het. Als je gaat verdiepen in deze visioen die uh, 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 Constantijn gekregen zou hebben van God, kom je erachter dat het origineel verhaal is dat hij dit had als visioen in een droom. Niet terwijl hij daar galoppeert op zijn paard met al zijn soldaten om hem heen, want dan was dit wereldnieuws geworden. Dan had iedereen dit kunnen zien. Het echt verhaal uh, 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 is dat hij dit verteld heeft aan zijn secretariaat, Ene uh, uh, Lactantius, op zijn stervenbed ook nog. En hij heeft gezegd, dit was nooit waar, dat was een leugen. God is niet voor me verschenen aan de hemel. En er was geen brandende kruis te zien aan de hemel. Het was een visioen in mijn droom. Maar, wat gebeurt er? Als een keizer overlijdt, dan heeft hij zijn entourage. Zijn entourage, dat wordt een soort aasgier. Die wil nog van, van, van zijn fame, willen ze nog leven. Die willen ze zichzelf bombarderen tot heilige. Dus die hebben gezegd, moet je luisteren. Constantijn de, de keizer is nu dood, maar wij vielen onder hem en dit is zijn geheim. Hij is eigenlijk een soort profeet van God en wij hebben hem gediend. Dus wat worden zij? Zij worden automatisch een soort bishop. En dat was het ook. Er zijn ook bishops die hierover geschreven hebben. Uh, uh, je hebt een bishop, Joisbis, uh, die heeft uh, het leven van Constantijn geschreven. Een heel boek daarover. En er zijn verschillende bishops die hierover geschreven hebben. Maar dit is het verhaal zoals het origineel begonnen is. Er was nooit een brandende kruis te zien aan de hemel. Het was slechts een visioen in zijn droom. En dit is wat Constantijn verteld heeft op zijn sterfbed. Iets anders wat erbij komt is dat Constantijn nooit bekeerd is tot het christelijk geloof terwijl hij nog leefde. Hij, is, hij zou bekeerd zijn, maar dit kunnen we al niet meer uh, aannemen, jongens. Als dit al een leugen is, dan is dat andere ook een leugen, zo zie ik het. Als je, gaat als, je, als je gaat spelen met dit soort informatie, dan is het al contaminated, dan kan je niets meer zien als waarheid, zo zie ik het. Ze dus allemaal leugen, allemaal verhalen vertellen, Bassinadria. Dus nu horen wij ook van dezezelfde bishops, die nog als aasgier van zijn veen willen eten, dat hij op zijn sterfbed opeens bekeerd zou zijn tot het christelijk geloof. Wat heeft dat voor hem te maken? Iemand die op zijn sterfbed bekeert tot God, daar heeft niemand wat aan. Zowel God van de Koran zegt dat is te laat, als het testament, het oude testament tegen de farao die terwijl hij Mozes achterna uh, gaat, doodgaat. En we lezen in de Koran dat terwijl hij aan het verdrinken is, zou deze farao gezegd hebben, ik, ik snap het, ik snap het en ik geloof het nu en ik geloof nu in God van Mozes. En Allah zegt daar heeft hij niks aan. Dit is een hypocriet. Je moet niet in mij geloven als je dood bent. Daar heb ik niks aan. Dat is geen geloof meer, maar dat is zien. Je moet in me geloven terwijl je nog leeft. Dus dat deze Constantijn op zijn sterfbed pas zich bekeert tot het christelijk geloof. al zou dit waar zijn, dan zou dat geen enkel respect moeten verdienen van de christenen. Dit is meer het gedrag wat alleen maar bevestigt dat het een hypocriet was. Maar daar blijft het niet bij. Voor de christenen die nog steeds Constantijn zo hoog hebben uh, staan. Nadat hij gewonnen heeft, en hij is een soort Uber Augustus, emperor geworden van het keizerrijk, heeft hij wat elke Romeinse keizer doet na zijn overwinning, namelijk wat ze noemen de arc, uh, arc de Triomphe, wat we hebben in Parijs. Dat is een soort boog van de victorie. Uh, we hebben er een hier in Amsterdam bijvoorbeeld. Uh, als een keizer wint, dan maakt hij, laat hij een, een ark bouwen, een soort boog, een soort poort. Want. Hij is nu binnengekomen, niet zoals hij uit Rome is vertrokken. Hij is nu binnengekomen als veroveraar. Dus hij moet letterlijk via een nieuwe poort moet hij binnenkomen. Uh, uh, tot Rome, want hij, komt, hij, hij is niet meer hetzelfde. Dus hij, hij is getransformeerd, hij moet op een andere manier binnenkomen. Hij moet nu uh, alom geprezen worden. Dus er wordt letterlijk een nieuwe deur voor hem gebouwd, waardoor hij nu als overwinnaar Rome opnieuw binnenkomt. Die poort is gemaakt voor Constantijn. En dat is alleen verseerd met alleen maar oude Romeinse goden. Onder andere de zonnegod, die drie tempels had in Rome. Um, dus Constantijn heeft tot nog, nog. En dat is het gekke, want hij zegt. Dat Jezus hem verteld heeft: Brand de kruis, in deze teken ga je winnen. Gek genoeg, als je die Arc de Trion van Constantijn gaat bestuderen, en daar zijn, dat, is, dat zijn niet mijn woorden, dat is niet mijn credit, daar zijn boeken over geschreven, je kan ook foto's bekijken op Google, mensen die daar uh, hun levenswerk van hebben gemaakt. Hij heeft een zonnegod laten plaatsen op elk schild van zijn soldaat. Hoezo, in de kruis ga ik overwinnen? Waar is de kruis, waar is Jezus, waar is het christelijk geloof? Zelfs na zijn overwinning laat hij alleen de zonnegod terugkomen. Zowel in zijn uh, Arc de Triomf als in de uitrusting van zijn soldaten, als in de schild die zijn soldaten zouden beschermen. Want daar deelt de schild voor. Die zijn allemaal gedecoreerd, verseerd met zonnegoden. En goden uit het verleden. Jezus is nergens te bekennen. Een kruis is nergens te bekennen. En dat zijn feiten. Dat is niet mijn woorden, dat is niet, weet ik het, uh, jullie misleiden, jullie bekeren. Dit is een feit. Dus dat Constantijn Christen is geworden of bekeerd is, is de grootste larikoek, misschien een wel van de grootste, grootste. Leugens die we hebben tot nu toe. Alleen het Vaticaan heeft altijd voorkomen, dat, want het dat is hoog. Je kan, een, je kan er niet onder kijken, staan en kijken. Het is heel hoog, je moet het kunnen bestuderen. Er zijn nu archeologen die nu pas, nu, eh, wat is het, een paar tien jaar geleden of zo voor het eerst toestemming kregen van het Vaticaan om op stijgers te gaan staan, om die Arc de Triomphe te gaan bekijken, pop voor pop. En ze zijn erachter gekomen: het is shocking, Jezus is nergens te bekennen. Kruis nergens te bekennen. Het enige wat je daar vindt zijn de oude goden van het Romeinse Rijk en met name de Zonnegod. Waardoor christenen nu ook Jezus zien als een Zonnegod, want ze gaan op Zondag, Sunday. De uh, will soul. Gaan ze naar de, naar, uh, de kerk? Daarom zeg ik: het is een black comedy. Het christelijk geloof is black comedy. Van de aristocraten... familie van het Romeinse Rijk. Die waarschijnlijk nooit gedacht hebben dat dit zo easy zal zijn. Dat als ze Jezus uh, de poppen zouden veranderen van een Romeinse god. naar nu iemand die Jezus heet. dan zouden de christenen het nooit zo aannemen. Maar tot hun verbazing en hun geluk is het erin gegaan zonder enkel weerstand. Sterker nog. Na dit allemaal zijn er christenen rondom de wereld. Rondom de wereld. die Constantijn nog steeds neerzetten. als een soort bisschop. als een soort paus. als een soort vrome uh, uh, man van God. Terwijl als zij ooit de hel zouden binnengaan. de christenen, dat weet ik niet. misschien ga ik zelf de hel in. weet ik niet. maar als de christenen ooit de hel zouden binnengaan. omdat ze. In een verkeerde God geloven. dan hebben ze dat te danken aan deze Constantijn. en alleen en uitsluitend aan deze Constantijn. die hun heeft doen geloven. dat het veilig is om hem te vertrouwen en te volgen. want hij is bekeerd tot het christelijk geloof. en uiteindelijk ze allemaal een middelvinger geeft. want hij heeft nog altijd tot aan zijn dood en de verseringen van zijn soldaten, en alles, was nog altijd de zonnegod. Dan heb je christenen, en daarna ga ik ermee afsluiten jongens, dan is het echt het einde van dit verhaal, maar dit moet ik gezegd hebben, want als, als moslim, als je dit probeert te bespreken met de christen, probeer ik je te geven wat, waar een christen mee terug kan komen. Dan zijn er christenen die zeggen, ja, maar deze Constantijn die heeft heel veel heidens tempels eh, vernietigd. Ja, behalve de belangrijkste cults. Als je het gaat bestuderen, zul je zien dat Constantijn, bepaalde cults, en zeker die van de zonnegod, niet heeft vernietigd, of in ieder geval al heeft hij de tempels vernietigd, maar hij heeft de, prakt, de, de, hoe noem je dat? de praktisering van die cults daar heeft hij nooit een einde aan gemaakt. Nu zijn er archeologen die zeggen, wat deze Constantijn heeft gedaan, was eigenlijk duivels. Hij heeft de christenen nogmaals voor de gek gehouden door aan de, aan de oppervlakte de tempels te vernietigen, maar Romeinse tempels hadden altijd een kelder. En het is altijd doorgaan in de kelders. En ze zeggen: het bewijs hiervan is eigenlijk het Vaticaan, waar je nu nog naar beneden kan lopen in de kelders. En je gaat er van alles onder vinden, inclusief een, 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 een schildering, wat lijkt op een soort duivel, een soort oude god uit het Romeinse Rijk, met hoorns. noem maar op. Dus. Ze zeggen hiermee bevestigd dat de tempel aan de bovenkant alleen versering was, maar rituelen werden gedaan in de kelder. Dus dat Constantijn alleen aan de oppervlakte de muren die uitstaken uh, uh, heeft vernietigd, wil eigenlijk niet zeggen. Zeker omdat we nu kunnen vaststellen dat het heel zaakje gewoon letterlijk ondergronds doorging. Dit is te lang en, en te veel om het hier voor jullie samen te vatten, maar één ding weten we zeker en hier ga ik mee eindigen... Constantijn, die vervolgens een nieuwe geboorte heeft gegeven aan het christelijk geloof, zoals de christenen het vandaag de dag praktiseren, is een heide, Hij heeft tot aan zijn dood geloofd in een zonnegod. En dat is precies wat hij doorgeeft geven aan de christenen. Het geloof in een zonnegod. En dat is, en als je dat niet weet, ga naar de kerk op zondag en dan zie je, zul je het, het, het bewijs zien. Je hebt daar Jezus met een helo rondom zijn hoofd. Um, je hebt. Uh, Mensen die op een zondag daar uh, uh, naartoe gaan, op een zondag. En je hebt christenen die de Eucharist doen, waarbij ze bloed en vlees offeren aan hun God. En zo zijn er nog heel veel zaken wat ik hier, uh, waar ik hier niet meer op wil ingaan, want het is te veel, het is too much. Maar ik stop hier en dit zal ook het laatste deel zijn wat ik met jullie deel. Meer doet er eigenlijk niet meer toe. Wat we hierna gaan krijgen, na Constantijn, zijn alleen maar variaties op een thema. Het thema is al gekozen door Constantijn. Wat hierna volgt zijn eigenlijk alleen maar variaties door verschillende christelijke groepen. op de grote leugen die Constantijn heeft doorgegeven. als een soort zware uh, uh, blasphemy-erfenis aan de christenen. waar ze vandaag de dag nog steeds helaas geen afstand van uh, willen doen. Um, dit is het. Deze heel reis was voor mij eigenlijk een, een, een eye-opener. Um, door. Te bestuderen wie Jezus was, heb ik zelf afstand kunnen doen van de hadith. In ieder geval, dat is wat het mij heeft opgebracht, want ik zag te veel vergelijkingen tussen de oude christelijke tradities, die bedacht zijn door de heidenen, en de hadith. Dus ik heb voor mezelf lang niet alles, maar het was ermee besmet. En als iets besmet is, is het niet betrouwbaar. Dus ik heb, wat de, deze lijst voor me heeft uh, opgebracht, is dat ik afstand heb gedaan van de hadith. En ik geloof nog alleen maar in de Koran. En. Tegelijkertijd heb ik geleerd hoe sluw, hoe duivels het plan was om van Jezus iemand te maken wat, eh, wat hij nooit geweest is, waar helaas de christenen van vandaag de dag nog steeds in geloven. Dat het eigenlijk een soort campagne was die jaren heeft geduurd en waar heel veel machten bij betrokken waren en helaas is het uiteindelijk gelukt. Eh, um, dat is het. Voor de rest, ik hoef niemand te bekeren, je hoeft me niet te geloven. Ik vertel je wat ik heb gevonden vanuit mijn reis, vanuit mijn ontdekking. Ik ben hier al vanaf 2000, ik denk 2015 mee bezig. Dit is lang niet alles, natuurlijk is dit niet lang, lang niet alles. Daar is van alles, en wat dit soort zaken lastig maakt, is dat elk archeoloog, elk historicus weer een eigen versie heeft. En ik probeer een beetje een soort draad met jullie te, te delen, die de meeste stemmen heeft onder de wetenschappers, de professoren, archeologen, noem maar op. Voor nu laat ik het hierbij, jongens. Er zal dus hierna geen nieuwe deel meer komen. Eh, want het zal alleen maar meer van hetzelfde zijn. Maar ik moest eindigen met Constantijn. En we moesten hierbij stilstaan. Want hij is eigenlijk, eigenlijk de God van het christelijk geloof. Constantijn. Iets duivels wat hij heeft gedaan. Bestudeer het en je zal tot dezelfde conclusie komen. Het is duivels. Het is een duivels plan. Het is geniaal, maar geniaal duivels. Voor nu laat ik het hierbij. Uh, mijn excuses aan de christenen die ik mogelijk door mijn taalgebruik of dit soort zaken hier te delen heb beledigd. Mijn uh, intentie is, is puur en zuiver en dat is om jullie wakker te schudden. Ik hoop dat je, nadat je beledigd bent, gekwetst bent, toch ook weer de tijd vindt om daaroverheen te stappen en na te gaan denken over zaken die ik hier gedeeld heb, wat je overigens zelf kan uh, onderzoeken. Dus word alsjeblieft wakker en uh, doe je huiswerk. Je hoeft niet te bekeren tot de islam, je kan wat mij betreft ook christen blijven, maar doe in ieder geval je huiswerk, dan weet je waar je in gelooft en dan kan je nog altijd zeggen: van dit is mijn keus of niet. Maar tot nu toe ben je eigenlijk iets aan het geloven wat de keus was van Constantijn en niet van jouzelf of van je voorouders. En zeker niet van Jezus, die staat hier al ver vandaan. Jezus is hier helemaal buiten beeld, joh. Wat Jezus heeft gedaan, wat hij heeft geleerd, wie hij was, is al lang niet meer te vinden in de gospels en in het christelijk geloof. Dat is in ieder geval één ding wat duidelijk wordt. Voor nu, salam aleykum wa rahmatullahi dank jullie wel voor al die tijd, al die comments. Uh de betrouwbaarheid, de tijd, de weet ik het allemaal, jullie zijn allemaal bijgebleven. Zeker de mensen die tot het laatste moment bij zijn gebleven. Heel veel dank. Het uh, doet me echt ontzettend veel. En het raakt me enorm. En dank jullie wel voor de berichten. Pas goed op jezelf, inshaAllah. Mij gaan jullie een tijdje niet horen, jongens. Ik moet echt even uh, uh, pauze nemen. Uh, omdat ik af en toe denk dat ik mezelf push uh, door dingen te doen waar ik. Vaak de energie niet voor heb. Dus ik ga een grote pauze nemen. En wie weet dat jullie me nog in de toekomst gaan horen, inshallah. Dat sluit ik zeker niet uit. Maar beloof me, beloof me, beloof me dat jullie zeker je huiswerk zullen blijven doen. Jullie zullen net zo nieuwsgierig als dat we hier zijn op dit kanaal. En jullie zullen net zoveel vragen stellen en nooit genoegen nemen met minder. Mogen alle jullie allemaal beschermen, wa een wa barakatuh.